hoofdstuk 8. De voorkeur is hartstikke nieuw, ook voor de zittenblijvers, meetkunde met coördinaten. De voorkennis begint met iets, en ik denk dat jullie dat allemaal nog wel weten. Want vorig jaar wisten jullie dat ook allemaal nog. Je hoeft alleen maar mee te kijken. 2x min 3i is 10. X plus 2i is 6. Accolade was er al maar voor. Hoe heette dit ding? Stelsel. Een stelsel. Wat deden we? De bovenste en dan deden we de onderste ervan afhalen. En dan moest er een x of een y wegvallen. En dan konden we de andere uitrekenen. Ja? Als ik nu de onderste van de bovenste afhaal, valt er dan een x of een y weg? Nee. Nee. Dus ik moest hem gelijk gaan maken. Hoe kan ik deze gelijk maken? Onderste vind ik niet getroffen. Met? Ja. Kijk, andere 2. Welke met 2? De bovenste 1, onderste met 2. Deden we dat zo, hè? Het had ook met 2 en 3 gekund. Want dan hadden de i-waarden weggevallen. Ja, nu vallen de x'en weg. Nou, de bovenste keer 1. En dan moet ik alles keer 1 doen. Nou ja, keer 1. Dan kan ik het gewoon overschrijven, hè? Deze regel, alles keer 2. Vergeet die 6 ook niet keer 2 te doen. Dan krijg ik 2x plus 4i. Is 12. En inderdaad, als ik ze nu van elkaar afhaal, 2x min 2x is 0. Dat schrijven we niet eens meer op. Min 3i min plus 4i, oftewel min 3i min 4i is min 7i. 10 min 12 is min 2. I is 2 zevende. Ja? Hoe kon ik ook weer de x uitrekenen? Invullen. Maak er het uit. In welke van de 2? Nee. Van de 4? Nee. Nee. Dus pak je degene met de makkelijkste getallen. Ik vind deze het makkelijkst. Ja? Dus ik krijg x plus 2 maal 2 zevende is 6. 2 keer 2 zevende is 4 zevende. 6 min 4 zevende. 5, 3 zevende. Oftewel de oplossing x, y is 5, 3 zevende, 2 zevende. Dit is bekend, hè? Ja? Als we het weer gezien hebben, weten we het wel weer, hè? Denk. Het volgende heb je in de derde klas geleerd. En dat kan wel een beetje weggezakt zijn. En dat heet kwadraat afsplitsen. En ik doe een voorbeeld en dan hoop ik dat één van jullie het nog weet. Ga niet zitten spiegelen, want dat was niet eerlijk, hè? X kwadraat min 4 is. En dat wil ik gaan schrijven als dit. Oh, dat is makkelijk. Oh, dat is makkelijk. Nou, laat me horen dan. Ja, het is makkelijk toch? X plus 2, x min 2. X plus 2, x min 2. Oké, ik ga haakjes wegwerken. Kijk of het lukt. Doe het even met een andere kleur. X keer x. Kijk mee. X keer x. X kwadraat. X keer min 2 is min 2x. 2 keer x. 2 keer min 2. Dat valt weg. Dus ik hou over x kwadraat min 4. Dus dat staat als dat? Nee. Helaas. Je moet twee keer min hebben. Twee keer een min? En dan aan het einde moet je min 4 zetten. Ik doe hem even zo ertussen uit. Ik moet twee keer een min hebben, zei jij. X min 2. X min 2. En toen zei je erachteraan? Min 4. Of plus 4. Ja, plus 4. Nee, min 2 keer min 2. Ik doe het even. Nee, nieuw kleurtje, we gaan kijken of die uitkomt. X keer. Het is bijna hetzelfde als dit, hè? X keer x is x kwadraat. X keer min 2 is min 2x. Min 2 keer x is min 2x. Plus 4. Oftewel x kwadraat
min 4 is. En die klopte wel. Dit heet kwadraat opsplitsen. Wat is nou eigenlijk de truc? Iets meer hoger. Je moet zorgen dat je deze in die kan schrijven. De helft van 4. Ja? Als hier 6 had gestaan, wat had hij dan gekomen? 3. Ja, min 6. Als 5 had gestaan. 2,5. Ja? Ja, dat was zo simpel was het. Maar dan is dit niet 4 of wat dan ook, maar dan is dat. Rekenen. 6,25. Ja? 2,5 keer 2,5. 6,25. Ja? Nou hebben ze hem in het boek ietsjes moeilijker gemaakt. Want dit hebben we natuurlijk in de derde klas al gehad. Hebben we ook allemaal heel goed onthouden. Dus ik zal nu eentje doen die hier in het boek staat. Die je zo meteen zelf mag gaan maken. Het voorbeeld is x kwadraat plus y kwadraat plus 18x min 3i plus 6 is 0. Ik moet het verhaal 2 keer doen. Want ik zie een x kwadraat, een x, en ik zie een y kwadraat en een y. Hoe kan ik me hier bezig, ook voor jou? Ik ga hem eerst maar eens even in de goede volgorde zetten. Althans, de goede volgorde, de x'en bij elkaar en de y'en bij elkaar. Oftewel, x kwadraat plus 18x plus y kwadraat min 3i plus 6 is 0. Gaan we dit stukje beginnen. Nou, wat wordt dat? 9. Plus of min? Plus. X plus 9. Nou, x plus 9. Dan min 81. Min 81, is iedereen het dan mee eens? Ja. Min 81, dan ga ik naar deze. Plus. Y. Nou, wat wordt die? Min andere half. Min andere half. Plus. Of min. Anderhalf keer anderhalf is? 3 tweede keer 3 tweede. 6 vierde. 6 vierde, oh ja. Dus 1 tweede. Nee, ik weet niet. Klopt niet. 3 tweede keer 3 tweede is 9 tweede, 9 vierde. Oh ja. Ja? 2 1 vierde. Plus 6. Ja? Hoe wilden ze hem dat we opschrijven in de vorm met alles in het kwadraat? Oftewel, x plus 9 in het kwadraat. Plus y min anderhalf in het kwadraat. Nog min 81. Min 81. Plus 2 en vierde. Plus 6. Min 2 en vierde, pardon. Min 81, min 2, dat is min 83. Min 83 en vierde. Plus 6. Min 83 is 77. En dan nog iets, hè? Ik ga ervan uit dat jullie wel kunnen rekenen. Gezien hoe het moet? Maar dan moet je toch die min 77 en naar de andere kant van de is-teken aan? We hebben geen is-teken vandaag. Dat is 0. Dat is 0? Oh, ja. Sorry. Is 0. Ben ik nou klaar? Was de opgave? Ja, ik moest hem gelijk schrijven aan het is een getal. Oftewel x plus 9 in het kwadraat. Plus y min anderhalf in het kwadraat is 77 en vierde. Dat had natuurlijk in één stap gekund. Gezien? Kwadraat opsplitsen. Ik wil dat jullie gaan maken opgave 1a. Dat je het gewoon weer een keer gedaan hebt. En opgave 2a. Om dit een keer te doen. Daar krijg je... Nou, 5 minuten voor. 2 sommetjes. Gaan we beginnen. Dat mag ik. Dat is voor de berg.